Hi, my name is Alistair De Lange. This is my wife, Charlene De Lange. And we just want to say thank you to you guys that supported us and made it possible for us to join up this weekend, the marriage seminar. It was wonderful. It was full of word. And we definitely feel enriched. And we just want to say thank you to you guys for making it possible one more time. Hi, ik is Kelvin, met vrouwtje in Valencia. Die kamp was voor ons gegeven, het is ons geloof is een blessing van God af. Ons het baie verschrikkelijk geleerd. Van mijn kant af, ik heb het geniet. Ik waardeer wat jullie hier voor ons gedoen het. Voor mij was het net zo marvelous geweest, want het was een levenservaring geweest. Want als je moet zelf kon denken, waar je nog voor die naweek was en waar je nou is, denk ik ons gaan nog een lang tijdje samen stappen. Ja, mijn doel om die naweek hier zo te wees was om persoonlijk iets daaruit te krijgen voor ons huwelijk. Die Heere het ons kom aanraak en dit was wonderlijk geweest. Die hoogtepunt was voor mij toe ons huweliksbelofte weer hernieuwd. En dan was mijn doel ook om dit te kom doen met die oog daarop om die Heere se seën te kry op ons huwelik, zodat ons ook kan uitreik na ander mense. Yes, I just want to thank you guys for making it possible, and that you must always know that wherever you are, that you have invested in something worthful, of great value into our lives, especially into our marriage, because it's not just for us, but you enriched our family life so much, and we can share now with other families. Yes. So what you've started in us will definitely go further into others. Yes. En die goede wat geleef was, is goede wat ik nooit geweet het, wat nogal heilig is, wat nogal biblical, wat nogal bybels is, wat ik nooit geweet het, en dit vir my was mind-blowing geweest. En wees verseker dat ons het in ons community gaan implementeer, weer gaan toepas, want dit is so baie enriching, ons moet het was een groot inpak. Ons moet het uitsaai weer. Ik denk die belangrijkste van alles is voor mij dat ons moet voorkomend wees. Ons moet nie wacht tot die huwelik tot niet is voor ons iets te aandoen. En ek glo die Heere gaan ons as 'n kappel gebruik om vorentoe tot seën te wees vir ander mense se lewe.